Peter Bos wordt de nieuwe hoofdtrainer van Vitesse. De 49-jarige Apeldoorner volgt in Arnhem Fred Rutte op. Trainer en club hielden maandag een persconferentie in Arnhem. Hendrik Kruse wil met zijn trainer Peter Bos mee naar Vitesse. Volgens Mr. Heracles past de Arnhemse club prima bij zijn ambities. Bos was de afgelopen 3 seizoenen hoofdtrainer van Heracles Almelo. Hij was in 2010 de opvolger van Gert-Jan Verbeek, inmiddels trainer van AZ. Bos was daarvoor technisch directeur van Feyenoord en trainer van de Graafschap en AGOVV. Als voetballer was Bos 3 seizoenen actief voor Vitesse. Bos kwam 8 maal uit voor het Nederlands elftal. De manier van spelen sprak Vitesse-eigenaar Merab Jordania dusdanig aan dat hij in Bos de ideale nieuwe Vitesse-man zag. Nee, ik ben hartstikke blij dat ik achter deze tafel zit. Omdat ik er trots op ben dat een club als Vitesse mij gevraagd heeft om hier trainer te worden. Het is een ander Vitesse wat ik aantref dan pak een beetje 33 jaar geleden. Toen ik in 1980 als A'tje bij Vitesse kon voetballen. Een jaar in de A gespeeld, 3 jaar in het eerste. En toen ik wegging en nog op Monnikenhuizen speelde, in de eerste divisie, was het een meer dan modale club, zeg maar. En als je nu ziet wat er voor club staat, dan nogmaals, dan ben ik hartstikke trots dat ik gevraagd ben om hier trainer te worden. Het is een club met ambities en ik ben met een trainer die ook ambities heeft. Ik heb een hekel aan verliezen, ik wil graag iedere wedstrijd winnen. En als je gewoon heel eerlijk bent, is de kans dat je wedstrijden wint bij Vitesse vele malen groter dan wanneer je bij Heracles werkt. En ook de omstandigheden hier zijn geweldig. Omdat als je dit gebouw waar jullie nu ook in zijn ziet, dan loop je voorop in Nederland als het gaat om trainersaccommodaties. En dat spreekt mij enorm aan. Ik ben een trainer die graag met jonge jongens werkt. Die erop gefocust is om spelers beter te maken. En dat is natuurlijk ook wat hier zal moeten gebeuren. Je moet het team beter maken, je moet spelers beter maken. En die kans gaan we hier volop krijgen. Nou goed, ik werk al heel lang met Hendrik samen. Eerst is hij nog mijn speler geweest bij AGOVV, 2 jaar lang. Daarna hebben we samen gewerkt in mijn eerste periode bij Heracles, ook in mijn tweede periode. En het was voor mij wel een absolute voorwaarde om Hendrik mee te kunnen nemen, omdat hij mij aanvult. Het zal geen makkelijke job zijn, die heb je niet in betaalde voetbal. Dat zal er dus ook niet bij Vitesse zijn. Wel een hele uitdagende job. En dan is ook je team waar je mee werkt is ontzettend belangrijk. En ja, als speler was ik ook al niet iemand die in zijn eentje een bal oppakte, 4, 5 man voorbij ging en hem dan binnenschoot. Ik was een teamspeler en dat ben ik als trainer ook. Het Tropenmuseum Amsterdam, het Museum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Nijmegen gaan mogelijk fuseren. Dit is een onderdeel van het reddingsplan van het Tropenmuseum, zo liet minister Jet Bussemaker weten. Het kabinet trekt daar komende 2 jaar in totaal 22 miljoen euro voor uit. Opnieuw gaat de pannenkoekenboot de Waal op bij Nijmegen. Bij de eerste tocht waren zoveel belangstellingen dat ervoor is gekozen om het nog een keer te herhalen. De boot vaart naar Nijmegense Stadsbrug in aanbouw en in het begin van de Nevelgeul bij Gelend. Vanaf de boot is ook goed zicht op de Lindenberghaven, de toekomstige halteplek van de historische schepen. Bij het ongeval met dodelijke afloop afgelopen zondag in Duiven was een tweede auto betrokken. Het ging echter niet om een groene Amerikaanse auto zoals eerder werd gezegd. De politie is volop bezig met onderzoeken naar toedracht van het ongeval van zondagavond. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar eventuele aanwezige beeldmateriaal van camera's in de omgeving van het incident. Ook wordt onderzocht of en welke strafbare feiten werden gepleegd door het bestuurders van beide auto's. Wethouder Hannie Kunst van de PvdA is bereid om op 3 plaatsen in de Nijmeegse binnenstad de weg vrij te maken voor herverkaveling. De wethouder steunt graag initiatieven die het aanzien en de leefbaarheid van het centrum vergroten. Henk van Houtem van de Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar het vastgoedbezit in de Nijmeegse binnenstad. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat er 5 vastgoedmannen zijn die in de Nijmeegse binnenstad veel panden bezitten. Zou dit een aanleiding kunnen zijn tot ruilverkaveling? Nou, gisteravond hadden we een groot debat in Lux over vastgoed in de stad. Toen werd er een verhaal gepresenteerd door de universiteit. Die hebben een onderzoek gedaan naar alle vastgoedtransacties van de laatste 10, 15 jaar ongeveer. En dat bleek dat er nogal wat veranderd was in de eigendomsverhoudingen. Nou, toen kwam op een gegeven moment een vraag uit de zaal van zou het ook mogelijk zijn om hier en daar misschien wat ruilverkaveling te doen in de stad. Dat kennen we natuurlijk wel van het platteland, hè? Boeren die kabels ruilen waardoor ze doelmatiger hun werk kunnen doen. En ruilverkaveling in de stad zou dan inhouden dat bijvoorbeeld hier een eigenaar is die een pand heeft.
Maar dat pand is dan tegenwoordig te klein om daar nog een goed product te kunnen verkopen. Mensen hebben gewoon meer vierkante meters nodig om rendabel te kunnen werken. En dan woont een eindje verderop, is misschien nog weer een pandeigenaar die ook een kleine winkel heeft. En misschien zou je wat panden kunnen ruilen dan met elkaar, waardoor er gewoon een beter rendabel winkeloppervlakte ontstaat. Dat is eigenlijk een beetje een stedelijke ruilverkaveling. Het probleem is ook een beetje dat we met name bijvoorbeeld in de Hezelstraat allemaal hele mooie oude panden hebben. Maar het mooie van die oude panden is wel dat ze gewoon heel smal zijn, een beetje een pijpelaar zijn. Daar kun je tegenwoordig minder goed je product verkopen. Dus de kunst is ook hoe je dan toch die mooie panden behoudt, maar daarbinnen ook gewoon een winkeloppervlakte maakt wat gewoon ja, rendabeler is, dus economisch gewoon beter is. Dus het is een discussie over het behoud van de kwaliteit van de buitenkant, dat je de binnenkant rendabeler maakt voor de winkelier. Nou, natuurlijk is dat gewoon een zaak van de ondernemer zelf, maar we zouden wel willen faciliteren als gemeente met een bestemmingsplan, met meedenken over hoe je dat dan kunt doen, met name in mooie cultuurhistorische panden. Dat is het aanbod wat ik gisteravond heb gedaan. Ja, want er beginnen nu 3 experimenten. En als dit goed gaat verlopen, volgen er dan nog meer? Nou, ik heb ook gezegd van, meld je bij mij aan. Want ik ga natuurlijk niet al die pandeigenaren langs van, god, heeft u een probleem, kan ik u helpen? Hè? Dat is niet meer van deze tijd. Maar als mensen zich melden, ga ik graag een experiment aan. En mochten er inderdaad 3 zijn, dan gaan we evalueren of het gewoon goed heeft gewerkt en zinvol is geweest. En ja, goed experiment met een goed gevolg moet je altijd laten volgen door. Nou, misschien nog meer experimenten. Of misschien moet je ook wel zorgen dat je je regelgeving als overheid aanpast, waardoor het gewoon meer past in deze tijd. Het aanwijzen van nieuwe locaties laat kunst over aan ondernemers en vastgoedeigenaren. Zij moeten met een gezamenlijk plan komen. Ik heb vanmorgen in mijn mailbox gekeken. Ik heb ook gezegd van meld je maar aan. Ik heb gisteravond nog een tijd lang bij de borrel gestaan. Ik heb nog geen concrete aanmelding, maar ik snap ook wel dat mensen daar gewoon nog even over moeten nadenken. Dus de komende tijd kijk ik elke morgen met de belangstelling in mijn mailbox. Of er ook partijen die zeggen van nou, willen we wel wat hulp van de gemeente hebben. Voor alle duidelijkheid, als partijen het zelf kunnen doen, dat gebeurt nu ook al, is het ook gewoon prima. En waar we kunnen ondersteunen, zullen we dat graag doen als gemeente. Op het OBC in Huissen is het groot feest. Diverse gastdocenten en mensen uit praktijk komen langs op school om workshops te geven. De workshop bestaat uit dans, persoonlijke verzorging, zoals make-up, je haar laten doen of naast laten lakken. Dit heeft alles te maken met de leerlingen die verzorging en welzijn studeren. Wat is er allemaal te doen? We hebben vandaag een workshop breakdance. We hebben nail art. We hebben 2 kapsters die hier een cursus geven met haren opsteken. We hebben een schoonheidsspecialiste die speciaal voor de leerlingen komt om avondmake-up aan te brengen en te leren hoe ze dat moeten gebruiken. En het is voor iedereen? Iedereen kan deelnemen aan de workshops? Nee, deze workshops zijn speciaal voor leerlingen van zorg en welzijn voor het derde leerjaar. En is het een soort oriëntatie of is het gewoon echt leuk, een dagje ontspanning? Het is een onderdeel van de activiteitenweek. We hebben deze week activiteitenweek op school. En dit is eigenlijk een afsluiting. Maar alle onderdelen die komen wel terug in het programma van zorg en welzijn. De hoofdwerk van vandaag, kunnen we wel zeggen, is Kishan Beckers, bekend van So You Think You Can Dance, The Next Generation. Hij gaat leerlingen wat verschillende moves proberen te leren. Ook geeft hij zelf nog een showtje weg. Vandaag op OBC Huissen, hoe vind je het? Ja, ik vind het leuk. De workshop geven. Ja. Al veel workshops gegeven? Ja, ik heb tot nu toe 4 gegeven. Nog eentje. Ja, is wel leuk. En hoe ziet de workshop eruit? Wat ga je ze leren? Ja, ik ga ze breakdance leren. Ik leer ze de basis, footwork, toprock. Ja. En gaat het een beetje? Lukt het een beetje? Ja, het lukt wel. Heel goed. Leuke groepen ook? Ja, heel veel leuke groepen. Veel meisjes. Ja.